Een snelle tijd 82-10 en daarmee ook een voorlopige eerste plaats. De Wil heeft ondertussen gewonnen en we zien ook Berry Wagenaar achter de grote heuvel verdwijnen met Saris op weg naar de startlijn. Dames en heren, het wordt spannender en spannender. U ziet het maar weer. Ook hier weer een versnelling van de tijd. De eerste plaats is overgenomen door Berry Wagenaar met Saris. Want zijn tijd is 78.55. Dus dames en heren, hij staat nog scherper. We gaan kijken of Jonne Saman er nog wat af weet te peuteren van deze tijd.